je ziet het, de hank is totaal uitgedroogd. En daarachter is ons leger, onze landmacht bezig met het verwijderen van een V8-bom. Waar ze dus 8 meter of zo de grond in moeten. In de verte in de lucht zie je gewoon zo'n hele lange streep. Die gaat naar links. En recht voor ons komt zo'n hele rechte streep recht op ons af. Ik weet niet of je het kan zien. Zo'n spuitkolom. En daarachter heb je ook weer een streep. Dus systematisch zijn ze dus bezig om al die kleine wolkjes die we nog over hebben. Ik denk, als ik dat wolkje zo ga filmen en ik hou het 10 minuten vol, is die weg. Is die verdwenen. En eigenlijk had dat water moeten zijn wat naar beneden viel. Maar dat gebeurde helemaal niet meer. Maar ik weet eigenlijk niet eens waarom ik hier sta. Oh ja, over die spuitkanon. Ik wou eigenlijk patat halen, maar toen zag ik hem. Ik nou ja, maak er gelijk gebruik van. Dus we worden weer helemaal. Al onze regen wordt gewoon weggehaald. Geoengineering wordt arg. Moet je zien, dat is toch niet normaal? En als je dan tegen die mensen zegt, jongens, dat is toch niet normaal? Zeggen ze, ja, dat is waterdamp. Waterdamp? Dat is helemaal geen waterdamp, man. Was het maar waterdamp. Hè? Geoengineering wordt arg. Dus word maar wakker, want straks is alles. En ze hebben het er nu al over. Ja, nee, alle bomen gaan wel dood hoor. Bla bla bla. Climate change. Niks climate change. Geoengineering. Economische zaken en milieu. In plaats van klimaat. Dus ze proberen ons een beetje in de war te brengen. En ondertussen roven ze ons leeg. En verwoesten ze ons leefmilieu. Ons klimaat. Achter heel in de verte moet je kijken. Er begint er net eentje weer. We zien helemaal in de achter zie je dat gewoon die streep uit het niets. Komt er zo een streep. Hap. Ja, ze denken voor dat het. Moet je zien, jongen, dat is toch niet normaal. Ik film het gewoon even nog een stukje. Niet normaal, moet je zien wat die man. Al die kleine deeltjes die dwarrelen op die kleine insectjes. Dan gaan al die kleine insectjes dood. En dan hebben we geen bloemen meer straks. Geen bomen. Geen dieren. Geen planten. En ondertussen moeten we alles maar goed vinden. Goed duren. Anders zijn we, weet ik wat we allemaal niet kunnen worden in één keer vanuit het niets. En als je van de aarde houdt, nou dan ben je bla 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 bla. Ik ga voor de gein dat wolkje eens filmen. Wacht, geef me er een betonpartij gas. Je mag hier maar 30 hoor meneer, die rijdt wel 80. Volgens de Fulleton Informer willen ze juist dat het niet regent. Nou, ik ben benieuwd. Nou, ik krijg nou al lamarum. Ik weet wat, ik ga gewoon de stad in. Dus je weet het. Ze zijn dus bezig de hele aarde aan het verkloten. Zodat ze makkelijk bij de grondstoffen kunnen. En ondertussen krijgen wij de schuld. Dus het is de UN, hè? United Nations. Die zitten er allemaal achter. En dan praten ze alles goed, maar ondertussen zijn het de mensen die de wapens leveren. En de volkeren vernietigen. Dus we worden gewoon in het ootje genomen. Mijn naam is Ootje en ik blijf Ootje. Tot aan het einde. Tot Loki. Stop de leugen van de kou! En stop Monsanto. Monsanto is gevlucht naar Zwitserland. Je hoort ze er niet over.